kwam hij weer bij me. Ja, mijn vrouwtje heeft de stoel wat hoger gezet. He, omdat ik nog wat doen moet. Ja, yes, Kate. Heel is zo lief, hè. Het interesseert ze allemaal niks. En ja, we hadden toen gehoopt dat we hem kochten van, nou wie weet gaan de katten erop af. Maar nee, ook niet. Die willen ermee spelen of zo. Ja, normaal is zo, wat beweegt, dan spelen ze mee. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer woensdag en het is zelfs al middag. Ja, het is vandaag ook 4 december en we leven om 2:07. En ja, ik ben wat laat omdat ik helemaal niet in orde ben, maar ik was niet de enige. Er zijn er meerdere ziek. Rebecca is ook niet geweest, want haar zoontje die is ziek. Dus ja, en ik heb lekker Jack van Cirelo afgebeld. Maar die dame is een hele grote dame, ze is dus nou aan het eten, maar van de week wist al hoe ze de trap op moest komen, maar ze wist niet hoe ze af moest komen. Vandaag, ja, ze is zelfstandig naar beneden gekomen. Dus applaus voor haar, ja. En die zit lekker te eten. Ze zitten dus met z'n tweeën in één ruimte te eten. En degene die altijd in een andere ruimte moet is Gandalf, want die is hapvrok en het is op. En dan probeerde die voorheen altijd van Frodo te stelen of van Éowyn. Nou, dat wil ik niet hebben. Nee, ieder krijgt evenveel, behalve een hond die kreeg, Frodo kreeg natuurlijk veel meer, dat was een grotere beest. Dit is nog maar weer een klein hoopie-dopie, dus die krijgt ook maar weer een beetje. Ja, maar zij heeft eigen puppyvoer. En hun hebben kaddenvoer, dat zij het lust. Oké, dat is een andere zaak, maar eerst jij eten en als de katten wat overlaten mag jij dat opflobberen. Ja. Hé meisje. Oh, kwam je weer bij me. Ja, mijn vrouwtje heeft de stoel wat hoger gezet. Hé, omdat ik nog wat doen moet. Ja, yes Kate. Hé, is zo lief hè. Lief toch? Hier ben je kat. Nou, eten. Ja, ik ga ook weer aan deze kant natuurlijk verder. Maar ik wens jullie natuurlijk als eerste weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel. Ja. Hé, wijfie, ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is hier ook vreemd weer. Dan is het hartstikke donker. Dan denk je van, oh, we krijgen een beste bui. En dan vertrekt dat weer en dan krijg je iets zon. Dus ja, hier gaat allemaal door hier. Ja. Ja. Of niet dan? Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Ik kom straks alweer even in de eter. Ik moet ook eventjes Karin alweer bellen. Hekken beloofd, maar ik ga eerst even voor mezelf zorgen. En dan bel ik haar op. Ze zeggen tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben lekker even met Reika de hort op geweest, met de scootmobiel. Ben onder de dijk door geweest. Ze heeft wel lekker open te snuffelen en te doen, maar iets doen daar wat ze behoort te doen was er niet bij. Nee. Zo iedere keer weer op mijn scootmobiel. Nou, dat mag ook, maar je moet ook een beetje poepen. Nu hoor. Wel lopen, wel snuffelen. Prima. Niks tegen. Maar ze moet ook poepen en piezen. Nog niet. Weer op de poester, weer een stukje gereden, weer eraf. En zo maar doorgaan. Wou ze niet. Wel op de booster zitten en rondkijken. Maar dat er gaat, perfect. Het ging perfect met haar. En dan is ze lekker moe. Maar bij thuiskomst. Dan heeft ze wel weer wat gedaan in de tuin. Prima, niks op tegen. De linkerkant mag ze doen. Rechts ga ik ook afleren. Ik ben met koffie bezig even. Oh, dat had ik nog niet gehad, want ik ben dat ik thuis kwam gelijk ook aan het werk gegaan. Ja, want ik heb een het heet een plug geloof ik, maar voor mijn microfoon. Om die aan de achterkant van mijn computer te doen. Dat zat er al een aan, maar die was te groot te dik. Dus ik moest een flink stukje hebben die dunner was. Die heb ik gehaald, die zit eraan. Samen met Karin is het gelukt dat hij het doet. Dus ik ben nou ook weer fatsoenlijk in second live praten. Of als ik dat op mijn computer heb, ja ik heb het er wel op, maar ik heb geen camera op mijn beeldscherm. Dus zoals, hoe heet het nou? Skype. Nou ja, daar kan ik nou praten. Dat kon eerst niet, nee. Jarenlang een zangspraakmicrofoon. Ja, veertje hoort er niet bij, maar dat is deze. Die veer die hoort er niet in, zo. Dat is een zangspraakmicrofoon. Ik heb er twee. Van mezelf en die van mijn man. Ja, en we hadden hem toen nodig, omdat we toen mijn zoon hielpen, Harro van Beek, nu, met zijn internetradio. Dus we waren piraten, een heel mengpaneel nodig, je hebt een microfoon nodig, je hebt een programma nodig waar die muziek in staat, noem maar op. We doen het nou niet meer, ik al helemaal niet meer. Want het is hier ook gehoord, dus ga je het al doen, dan moet je toch in een huis wonen op een hutje, in een hutje op de heide of zo. In ieder geval een huis wat niet zo gehoorig is als hier. Maar in ieder geval, hij doet het weer en daar ben ik heel blij om. Want dan heb het alleen nog, voorheen deed hij het alleen nog ook in de woonkamer. Oké, leuk met elkaar roken. Maar dat doen we ook hier niet meer, omdat het hier te gehoorig is. Hebben de buren last van je. Dus ja, dat is ook minder leuk. En ik wil een ander niet tot last zijn, nee. En meezingen kan je ook zo. Ja toch? Hoef je niet via een microfoon te doen. Maar oké, lieve vrienden, ik heb lekker een bakje koffie. Daar ga ik van genieten. En nou, daar straalde rust vanaf. Ze doet de oogjes even open. Ik denk ook bij dezelfde, laat me met rust. Gelijk hetsen. Die is moe. Vanavond lekker nog even met de rollator de hort op. Even een blokje om en dan kan ze naast de rollator lopen en dan ook haar plasje en haar poepje doen. Want dat zijn zulke kleine de rolletjes, dat zie je amper terug. Zo klein. De katten die produceren meer dan dat zij doet. Ja, echt wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, jullie zien, alles is... oh nee, één streng is nog niet aan. Ah, dan doen we dat nog even voor jullie. Ja, die streng moet nog even aan. Nou, dan gaan we dat even doen. Ik moet even op mijn knieën. Ja, door. Snoertje, snoertje, snoertje. Zo, nou doe je het wel, hè? Ja, aan de tuk. Zo. En meisje, jij. Zo. Nou, die brandt ook te branden. Ja, jullie zien het. Dus ja, perfect. Hij is aan. Goed hè, enkel mijn sneeuwlamp niet. Gaan we ook nog even doen. Ja, gaan we ook nog even doen. De sneeuwlamp er even nog bij aan. Dat doen we alweer uit. Ja, hij doet het. Wat is dat? Ja, wat is dat? Allemaal sneeuwvlokjes op de grond. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Reika. Reika. Reika, wat is dat allemaal? Je bent een lieve schatje. Je bent niet zo lief, hè? Het interesseert ze allemaal niks. En ja, we hadden toen gehoopt dat we hem kochten van, nou wie weet gaan de katten erop af. Maar nee, ook niet. Die willen ermee spelen of zo. Ja, normaal is het zo, wat beweegt, dan spelen ze mee, maar nee hoor. Echt niet. Nee, en toch, ik heb bij het Reika geprobeerd te bellen blazen. Dat vindt ze prachtig hoor. Dat vindt ze prachtig. Ja, dat vindt ze echt heel mooi. Zal ik van de week wel weer eens eventjes doen als ik het... Ja, het staat op mijn bureau. Dus van de week doe ik het even overdag. Kijken hoe en wat, ja. Maar oké, ik zou zeggen geniet verder en we spreken elkaar vast zeker wel weer. Wie weet, vanavond laat, voordat we naar bed toe gaan. En ja, ze kent de trap op en de trap af, dus ze loopt maar, ja. Want ze was 4,8. Ik voel met tillen dat ze wel ietsje zwaarder is geworden, naar mijn gevoel dan. Maar oké, wie ben ik? Ze zeggen, lieve vrienden... Mag dat? Mag dat, jonge dame? Oh. Slikt ze me nooit, nog nooit eerder gedaan, hè? Zo dan. Daar staat water op de grond. En eten op de grond. En dan nog op de grootsteen. Tenminste, bij de grootsteen uit een pannetje vies water drinken. Ja, jij bent mooi nee. Potverdikte. Maar oké, lieve vrienden, dat gebeurt dus hier in mijn huis. Ja, gek meisje. Maar oké, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, we zitten met z'n drieën bij elkaar. Gandalf op mijn schoot. Ik zit tegen de bank aan. Met Reika erbij. Dus ja, ik kan er aaien. Zonder mijn arm uit te strekken. Dus ja, deze twee gaat prima met elkaar. Hé, Gandalfie? Ja, hè, je zit dan met je rug naar Reika toe. Dus net andersom. Hé, ja. Dat is allemaal perfect. Zo moet je even omdraaien. Kijk of dat lukken wil. Hé, zo. Hé, zo dan. Zo dan. Oh, wat is dat? Wat beweegt er allemaal? Lief niet. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Dus jullie zien het, lieve vriend, het gaat hier goed. Ja, ik ga weer richting de keuken, want ik heb water opgezet en kan al, die zit gewoon nog mooi op mijn schoot. Ik heb wel een dekentje om mij heen, anders heb ik nagels in mijn benen. En dat heb je liever niet dan wel. Ja, ja. En mijn haar, nou dat ziet er grandioos eruit, maar niet heus, maar doet er ook allemaal niet toe. Ik ben blij met mijn diertjes. Ja, ik ga even water op mijn koffie doen. Ja, koffie, moet je wel koffie in doen. Ah! Doen we dat weer weg. Gelijk een kopje weer omgespoeld. Koffie, gewoon oploskoffie. Hey, iedere keer een vers bakje. Ja, ook dat nog eens een keer. Altijd een vers bakje koffie. Dat is gewoon lekker. Als je koffie gaat zetten met een koffiepot en een filter erop, et cetera, zo'n elektrische koffiezetapparaat, zit je op een gegeven moment met oude koffie. Oude koffie is niet te drinken, vind ik tenminste, maar wie ben ik? Er zijn ook oploskoffies die niet te drinken zijn. Ja, ik ben wel eens een keer van oploskoffie ziek geworden, wil je niet weten. Die oploskoffie wil ik ook nooit meer. En daarbij is de oploskoffie ook beter geworden na de loop van de jaren. En deze oploskoffie is gewoon perfect die ik heb. Ja, en ik ga geen reclame verder maken. Ik zeg ook niet waar het vandaan komt. Nee, er zijn meerdere winkels die het heeft. Dus ja, en ik neem ook niet de dure. Want dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Dus dat doe ik ook niet. Ik heb wel een van de goedkoopste. Ja. En die smaakt mij prima. Ja. Dus ja, en voor de mensen die thee lusten, nou, die kunnen thee krijgen. Ja, als ze geen koffie willen, dan niet, want dan lusten ze dat niet. Maar ik heb ook gewoon thee met smaakjes, et cetera, voor degenen die dat graag willen. Dus ik ben van alle gemakken voorzien. Ja. Hé, Gandalfie? Ja, hè? Ja, zeg maar ja tegen de mensen. Ja, zeg maar dag, dag allemaal. Ik ben de Gandalf, ja, ja. Lekker ding. En die slaapt alweer. Ja, Reika die slaapt alweer. Éowyn die ligt op de rollator. Die heb ik nou ook vaker nodig. Dus, maar er staan ook nog boodschappen op die naar boven toe moeten, zoals katpak gerit. Maar dat komt wel allemaal goed. Niet vandaag. Nee. Maar in ieder geval, ik zeg jullie nu wel alvast welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zeg het tot dan. Doei doei. Hey, lieve vrienden, Reika die wil al gaan slapen. Ja, die ligt lekker op de bank, maar ze gaat wel mee naar boven. Zeker, hè, kleine meid. Of niet dan? Ja, je gaat mee naar boven, hè, met vrouwtje. Ja, hè, lekker slaapje doen bij Gandalf en bij Éowyn. Hè? Ja. Ja, dat ik heb net even de boel hier verschoond, want het zag er niet uit. Met de vieze zwarte pootjes uit de tuin. Hé? Ja, het ligt nou soort allemaal op de grond. Het moet trouwens, ja, er ligt ook een hoop glitter en draadjes en dingetjes op de grond. Maar ja, Rebecca is niet geweest, helaas. En ze zou vrijdag pas komen. Maar ik denk dat ze vrijdag ook niet komt. Nee. Dus we wachten de boel af. En anders sling ik zelf even een stofzuiger er doorheen, al zittende. Al is het grove werk maar weg. En ik moet ook daar nog de keuken doen. Er staat nog een berg al was. Nou, morgen nog een dag. En die beginnen we met een grote glimlach. Ja, ja. He? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.